Het is een mooie zonnige dag hier in het buitengebied van Amstelveen. En dus is het tijd om je mee te nemen in een leuke, compacte cabrio. En vandaag gaan we dus op pad met de Mini Cooper Cabriolet. Ja, daar zijn we dan met alweer de derde generatie Mini Cooper Cabriolet. Natuurlijk echt een iconische auto om te zien. Natuurlijk van de voorkant wordt bekende Mini design. En ook de achterkant met die hele mooie softtop die bijna dezelfde lijn heeft als van een normale Mini Cooper. En deze Mini Cooper die heeft iets moois. Ze hebben namelijk een probleem opgelost wat je bij heel veel Mini Cabrio's zag. En dat was natuurlijk dat je heel erg weinig mee kon nemen en ook heel erg weinig in die auto kon leggen. Ze hebben een constructie daarvoor bedacht, de Easy Load functie. En met twee pedals kun je het dak iets laten kantelen. Kun je hem vastzetten. En kun je op deze manier toch nog heel erg makkelijk bagage erin leggen. En je kan ook dit hoedenplankje opklappen. En beide achterbanken naar beneden klappen. Ja, en van die praktische nieuwe oplossing die Mini bedacht heeft, is er helaas wel één klein aandachtspunt wat mij betreft. En dat is de constructie van het dak. Want je hebt hier namelijk best wel een grote dode hoek. En normaal staat de Mini juist onbekend dat je heel veel raampartijen hebt, waardoor je dus heel veel overzicht hebt. En natuurlijk het kleine achteruitje, waardoor je iets beter moet opletten met het parkeren. Ja, en dan nog het stuur van deze Mini Cooper Cabrio. Nou, we hebben natuurlijk eerder al een video gemaakt met de Mini Cooper S Cabrio. 4-cilinder met turbo. Dit is dan een 3-cilinder motor met turbo. En ja, hij rijdt eigenlijk nog best wel sportief, wat je misschien niet in eerste instantie zou verwachten. Er hoort ook een beetje een soort brutteltje uit de uitlaat. En dat rijdt gewoon heel erg grappig. Deze auto die heeft ook de Mini Driving Mode. Dat is een knop onder je versnellingspook. En daarmee kun je instellen hoe de auto reageert op jouw rijgedrag. Dus als je de auto start, dan start hij in de mid-modus. Dan gaat hij lichtjes sturen, rustig opschakelen. Niet zo heel erg fel reageren op jouw gaspedaal. Dus best wel comfortabel voor in de stad. Wanneer we hem op naar links duwen en in de sportmodus zetten, dan zie je ook gelijk dat hij 1 of 2 versnellingen gaat terugschakelen. Dus dat hij ook wat feller reageert op jouw gaspedaal. Hij stuurt nu ook wat zwaarder. En je hoeft hem maar een tikje aan te raken. Of je hoeft eigenlijk alleen maar naar te kijken en je voelt gelijk dat hij gaat accelereren. Dan hebben we ook nog deze mooie groene omgeving om die te sparen, de green modus. En in green gaat hij er alles in om jouw verbruik te optimaliseren. Dus wanneer ik nu het gaspedaal aanraak, dan voel je gewoon dat er een soort vertraging in zit om uiteindelijk dus jouw brandstof te kunnen besparen. Nou, wat verder wel opvalt in het interieur, net als bij iedere andere Mini 3 of 5 deurs, dat is dat iconische dashboard. In het midden had je vroeger natuurlijk de grote ronde analoge teller. Dat is nu veranderd door de plek waar je navigatiesysteem zit. Deze auto heeft een navigatie business systeem, dus het kleinere scherm. Je kan ze ook bestellen met een wat groter scherm. En rondom dat scherm daar heb je een lettering. En die lettering, daar kun je bijvoorbeeld je toerental op zien. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen van nou, ik wil mijn sfeerverlichtingen op hebben. Of ik wil de verlichtingen op hebben, de kleur die past bij mijn rijmodus. Dus in de sportmodus krijg je dan de rode kleur te zien. En in de green modus krijg je een mooie groene kleur te zien. Nou, verder heeft deze auto natuurlijk climate control, stoelverwarming voor beide voorstoelen. We zitten trouwens op de sportstoelen, die met leden bekleed zijn. Erg fijne stoelen, want je kan het zitvlak verschuiven, waardoor je, nou, als je boven de 1,75 bent, net iets meer ondersteuning aan je onderbenen hebt. Verder heeft deze auto natuurlijk het iDrive systeem om de navigatie mee te kunnen bedienen. Werkt erg prettig. Je hebt ook een mogelijkheid om je telefoon te koppelen. Niet alleen om mee te bellen, maar ook voor je audio. Dus je kan gewoon bijvoorbeeld je Spotify of je Deezer muziek afspelen op de auto. En dat werkt gewoon heel erg mooi. Nou, verder hebben we hier de knop zitten waarmee we het dak erop kunnen doen. Kan trouwens alleen maar in stilstand. De ramen worden iets gezakt. En het dak gaat redelijk snel erop. En daarin hebben we meerdere standen, want we doen hem nu in eerste instantie doen we hem helemaal dicht. Nou, nu kun je ook gewoon in de winter er heel erg makkelijk mee rijden. De kap is best wel goed geïsoleerd. Maar stel dat je zegt van nou, het zonnetje schijnt, maar ik wil niet helemaal die kap eraf.
Dan kun je hem nu weer ietsje open doen. Dit is de eerste stand. En dan heb je eigenlijk een soort zonnedakfunctie. Je hebt best wel een groot vlak wat dan lekker open is. En als het dak dan helemaal af is en je hebt je ramen naar boven en je hebt bij deze, wat trouwens een optie is, ook een windscherm. Dan kun je prima tot 100, 120, 130 km/u open rijden zonder dat je haar heel erg in de war gaat. Wat ook wel uniek is bij een Mini, dat is dat die vooruit best wel steil is. Hij loopt gewoon heel erg ver door naar voren. En wanneer we de ramen dan naar beneden doen, dan heb je echt heel erg het gevoel alsof je buiten zit. Want bij een normale cabrio loopt deze lijn, die loopt veel meer zo. En hier loopt hij dus heel erg steil. En dat geeft gewoon, dat geeft gewoon een glimlach op je gezicht. Onder de motorkap van deze Mini Cooper Cabrio ligt de 3-cilinder motor. Bekende motor van BMW Mini met 136 pk. Hij doet ermee een sprint van 0 naar 100 in 8,7 seconden. Met een topsnelheid van maar liefst 206 km per uur. En dat is best wel rap voor zo'n kleine compacte auto. Ik hoop dat je weer hebt genoten van deze video met dit keer de compacte Mini Cooper Cabrio. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal om nog meer van dit soort BMW en Mini video's te zien. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En laat in de comments even weten wat je van deze auto vindt. Graag tot de volgende video.